Wij zijn hier vandaag in Kasteel Helmond. Kasteel Helmond is de grootste waterburg van Nederland. Hij is gebouwd in 1325. Eigenlijk zeg maar toenertijd in een groot weiland. En naarmate het kasteel zeg maar, is gegroeid, is de stad Helmond om het kasteel heen gebouwd. Het kasteel zelf is een museum. Het kasteel heeft in de geschiedenis van Helmond best wel veel veranderingen doorgaan. Het is begonnen van, ja, als zeg maar, een woonkasteel van de heren van Helmond. Het is later uitgegroeid tot een raadhuis. En nu is het dus sinds een 10, 12 jaar een museum. Ik ben medewerker van het museum, vrijwilliger. En ik loop bijvoorbeeld door het museum heen. Ik leg dingen uit aan mensen. Ik ben ook in alle vakanties ben ik acteur hier. Waardoor zeg maar, mensen worden meegenomen in een hele ervaring. Door zeg maar, de acteurs die rollen spelen uit de geschiedenis van het museum zelf. We krijgen heel vaak hele positieve reacties van het kasteel. Dat vooral het verhaal heel duidelijk is. Je loopt zeg maar, door het kasteel heen in de volgorde van de tijd. Je begint in de kelder met de middeleeuwen. En vanuit de middeleeuwen ga je zo het complete kasteelverhaal door. Langs alle oude bewoners van het kasteel. De heer Kochtenbach, de heer Wesselman. En zo kom je dus uiteindelijk weer uit bij het kasteel als trouwlocatie en gemeentehuis en museum. We werken hier aan de mural, aan een grote muurschildering in het centrum van Helmond. We zitten hier tussen het Helmondse Museum aan deze zijde en het speelhuis aan die kant. En dan maken we eigenlijk een hele grote mural die het culturele gebied hier met elkaar gaat verbinden. Als je hier langs de muur loopt, je ziet eigenlijk een zevental portretten die in een soort sequence zijn afgebeeld. Dus allemaal portretten achter elkaar. Het zijn allemaal eigentijdse personen die op een of andere manier een link hebben met culturele aspecten uit Helmond. Nou, wat ik hier vind van de graffiti op de muren, ik vind het fantastisch. Dat leeft echt. Ik vind Helmond gaat er super op vooruit. De kleuren en de echtheid. En net stonden we ondersteboven samen een beetje te kijken. En ja, van allerhande perspectieven, je krijgt er niet gauw genoeg van. En het is ook heel erg grafisch. Je ziet ook daar die vrouwen en zo en die haren, ja. Hoe doe je dat echt? Ja, zo vet. Mooie, belangrijke plek in Helmond. Ja, eigenlijk toch wel alles. Ik ben hier geboren en getogen. Echt een Helmonder.